Hallo. Zo, wat fel licht. Yes. Ik ga mijn best doen. Momentje. Wow. Ik weet niet wie is dat. One take en dan... Ja. Even originele antwoorden nog bedenken, dan... Met vrachtwagen. Met de vrachtwagen. Met de bus, want ik heb geen vrachtwagenrijbewijs. Met fiets. Ja, ik werk in het magazijn. Ik heb nooit geteld. Alleen ik denk 10, 12. Kilometers durf ik niet te zeggen, maar vaak zitten we rond de 15.000 stappen. Dus dat is aardig wat. Ik denk een kilometer of 5. Op een werkdag zal niet zo heel veel zijn. Ja, een paar keer op en neer naar de winkel. Anders is het meer achter de computer zitten de hele dag. Tussen de 15 naar 20 kilometer, denk ik. Ik heb één keer bijgehouden en kwam ik op 65 in de week uit. Niet meer. Is ook niet meer nodig. Nee. Nooit geweest. Ik ga sinds kort naar de sportschool, ja. Ja, klopt. Niet meer. Nee, is niet nodig hier. Ah, ik heb hier genoeg gesport. De hele dag lopen. Platteland. Ja, door de dorpen. Ja. Ik denk wel gewoon een beetje al die dorpen af. Dat is toch, ik denk dat dat leuker is dan door de stad. Dus toch altijd veel te druk, duurt lang. Misschien elke dag wel, maar daar denk je niet zo vaak over na. Gisteren. Het poot onder een kast gemaakt die eigenlijk niet paste. Pas hadden we een hele mooie woonkamer. Die was een hele grote klant en die was super tevreden met ons werk. Dus dat voelde als waardering. Dus daar was ik wel trots op. Ik ben altijd trots op mijn werk. Ja. Slav FM. Q Music. Liefst helemaal niet. Nee. Welke die aanstaat? Als er maar muziek op is. Q Music. Ik denk dat de klanttevredenheid die je krijgt van de mensen als je komt bezorgen en alles goed gaat en ze zijn blij met je werk, hoe je het verricht. Netjes afleveren, netjes neerzetten. Om met het hele team, klanten die hier iets bestellen, het zo aangenaam en zo makkelijk mogelijk te maken om op tijd te leveren en alles een goede tevredenheid op te lossen. Alle mensen die hier werken bij elkaar, maakt het woongelooflijk.